Asaman. Hallo, welkom. Dit is ons programma Zonen en Dochters van Suriname. We zijn vandaag aan de Van het Hoogruisstraat. Lekker gezellig en druk. En we zijn hier op bezoek bij een ondernemer, een dynamische jonge Surinaamse man. En deze man, hij is zo actief, zodanig bezig vanaf ik hem volgen mag, dat je een paar jaar zou moeten toevoegen aan zijn leven. Hij zou een stuk ouder moeten zijn, zoveel doet hij al. Welkom, we staan bij de car wash van Stefano Stedenburg. Het is lekker druk hier. Ja. Geniet je van de drukte wanneer je werkt? Of zeg je het mag nog drukker? Maak direct reclame. Voor mij mag het nog drukker. Echt. Het mag veel ja, drukker. Drukker. Hoe lang ben je hier al bezig? Ik ben hier bezig, laat zeggen, om en bij 2 maanden. 2 maanden, ja. Een goed begin? Toch wel. Toch wel? Maar het kan altijd beter. Oké, ja. En heb je alle vaste groep klanten? Ja, ja. Oh, goed zo, ja. Jongens. Blijf hem ondersteunen. Stefano, je hebt alle vaste groep klanten. Maar nu wil ik dat je ons vertelt of de klanten oproept die je hier graag zou willen hebben. Is er ook een speciale hoge topper die je misschien hier zou willen hebben? Natuurlijk. Weet je wie ik hier zou willen hebben? En dan de president en de vicepresident. Jullie zijn welkom. Ja. Dus de vicepresident en de president wil je hier hebben. Moeten ze samenkomen? Moeten ze apart komen? En moeten ze alleen hun auto hier komen wassen? Of wil je andere zaken nog geregeld krijgen? Mijn part, ze kunnen samenkomen, ze kunnen ook apart komen. Okay. Waarom? Ik wil dat ze de ministers ook uitnodigen om hier te zijn. Dus dan heb ik direct een groepje, stabiel. Een stabielere groep. Ja. Oké, nou, we wensen dat dat echt mag gebeuren voor jou. Wil je ze vertellen waarom ze deze car wash wel moeten uitkiezen? Je bent 2 maanden begonnen, zeg je. Waarom moeten ze hier echt komen? Kijk, voor ons gaat het niet per se om het geld. We zijn hardwerkende Surinamers. En onze diensten zijn goedkoop. En we zijn goed. Tot in de tas. Wat doen jullie zowel anders dan anderen? Wat zijn de reacties van jullie klanten? Een van mijn werknemers zei van Stefano, dit is nou een krooi. Los van dat we gewoon auto's wassen, doen we direct ook je motor was voor je. Gratis. En niet gewoon je motor was, we doen het goed. Echt. Oké, je hebt alle nodige equipment hier, heb ik gezien. Jawel. Hoeveel mensen zijn hier met jou samen begonnen deze 2 maanden? Is het je team al gegroeid of deze is het nog je startteam? 4 mensen. 4 mensen. Jawel. En jullie weer klaar aan roken? Ja, sowieso. We hebben ook een filiaal aan de Bonnystraat. Ja. Jullie zijn er 2 maanden. 2 maanden. Weer klaar aan roken. Ja. Met de filiaal aan de Bonnystraat. Yes. Stefano Imgiwa Chorier. Echt waar. Vertellen, verklappen je geheim. Wel, nog alle geheimen verklappen, begrijp je? Dus je bent even getrouwd, dus je vrouw zegt, je gaat geen business geheimen verklappen daar. Wij moeten eerst ga je gang. Dus business geheimen verklap je niet direct. Pas wanneer je daar bent waar je wilt zijn, kan je bijvoorbeeld mensen helpen van, hey, kijk, dit heb ik gedaan, dit heb ik gedaan, dit heb ik gedaan. En dit moet je niet doen, dit moet je niet doen, dit moet je niet doen. Begrijpt u? Nee, maar je komt daar echt niet mee weg, hoor. Ik wil wel een beetje tenminste weten hoe je dit je hebt kunnen doen 2 maanden lang met een team van 4 man en je hebt een filiaal. Ik ben wel benieuwd, omdat ik heel veel mensen ken die zeggen, wat op een car was, maar mijn sapfa. Op een car was, maar hup, op een car was, maar pup. Dus je hoeft niet alles prijs te geven. Mevrouw Stedenburg gaat je nog laten lachen. Maar we willen toch dat je de jongeren, de mannen in het veld die echt ook iets willen doen voor zichzelf, een tip geeft hoe ze kunnen beginnen. Oké, geef maar 1. Punt 1, je team moet goed zijn. Je moet vertrouwde mannen hebben. Want je gaat niet altijd erbij kunnen zijn. Oké. Begrijp je? Als ik er niet ben, weet ik zeker van, hey, nou, toch de wagen was boom. Wie zijn de mannen in je team? En dan mag je ze gelijk bedanken, alvast. Ja, ik wil alvast Giliano bedanken, Neston bedanken, Gjornik bedanken. Ja, ze zijn heel goed. Oké, je kan op ze rekenen. Ik kan op ze rekenen. Het lijkt alsof je zelf hier bent. Jawel.
Oké, dat is de enige tip. En ze komen ook met ideetjes van, hey, we kunnen dit doen. Ze komen niet gewoon als, ay, mogwaroko, als brokoman. Ze komen met ideetjes en dat is belangrijk. Daarom zeg ik van, je team moet heel goed zijn en sterk ook. Maar dan ligt het dus ook aan jou als ondernemer dat je open staat voor dingen die mensen in je team zeggen. Want ja, dat zeg je. Ja, natuurlijk. Als ondernemer moet je ook open staan. Want als je niet open bent of je behandelt ze, je geeft ze bijvoorbeeld een soort baasbehandeling, heb je altijd van één, nou, dat het mis. Het is groot dat het misgaat. En hoe ben je gekomen op het idee om een car wash te openen? Heb je een bepaalde behoefte gemerkt of heb je gezegd, als dan neem ik money man? Ja, kijk, ik werkte vroeger bij Kersten en op Suroto. En daar hadden ze een car wash. Ik werkte als spuiter. Oh. En ze zeiden van, ze hebben geen tijd om het te draaien. Zei ik van, kan ik het proberen? Ja. Ze zeiden van, oké, is goed. Dus heb ik het dan 3 maanden gedaan. Ik zit aan Sanego, maar dat corona tik abra. Dat waren ze daar helemaal gestopt. Oh. En ik heb het altijd langs. Bij de plaats gezien ben ik komen vragen van, hey, wat een woord hier? Hoe kan ik het huren en zo? Dus heb ik het geregeld met de eigenaar van hier. Dus zo ben ik gestart. En dat is aan Waka. Wat ik van je hoor, Stefano. Ja. Je werkte al voor een car wash bij Siroto. Ik draaide. Je draaide de car wash al. Ja. En je was spuiter. Ja. Wat doe je als spuiter dan? Auto spuiten. Om het zand eraf te krijgen? Nee, los van zand eraf te krijgen. Bijvoorbeeld als er verroesting is of als er een botsing plaats heeft gevonden. Dus daar regelen we dat alles. Oh, dus niet het wassen dat alleen met een spuit? Nee. Oké, dus je bent heel erg ervaren. Niet top ervaren. Ik was als soort derde klasse. Oké, maar je weet dus wat je doet. Ja, ik weet wel wat ik doe. Ik vraag het concreet, omdat je zo net hebt gevraagd dat ons heel ministerteam hier moet komen om je auto te wassen. En ik wil dat de burgers weten dat je het goed kan. Het is ook krap de auto aan. Want man die even vastro apot, want toen dat je krap de auto vernietigd. Dus je weet wat je doet. Yeah. Je hebt al voor de ondernemer een paar maanden dit gedraaid. En als corona niet ertussen was gekomen, zou je het nog steeds doen. Zou ik dat nog steeds doen? Dus ik zeg, crisis, die moet goed gedaan. Alla ogri et jouw boom. En die is naar boom voor me. Precies dat wil ik je vragen als ondernemer. Heel veel jonge mannen, jonge vrouwen, ook oudere mensen die ondernemerschap, met ondernemerschap bezig zijn. Sommigen zouden een nieuwe onderneming starten of een uitbreiding doen. Anderen zouden voor het eerst echt aan de slag gaan, zoals jij dit gedaan hebt. En corona kwam ertussen. Ja. Dat is internationaal zo. Jij klaart het om toch de car wash te draaien en dan op een hoger niveau als eigenaar. Yes. Hoe heb je dat kunnen doen? Want het is een slag die begint als een negociëren. Ja. En dan moet je plotseling stoppen, dus daar gaat je droom. Ja. En het is geen nationaal probleem, corona, het is een internationaal probleem. Hoe ben je daar bovenop gekomen om te zeggen, ik doe dit en dit en dat je dit bewijs vandaag hebt? Ja. Hoe heb je dat gedaan? Kijk, ik luisterde een keer naar een prediking van iemand, Miles Monroe. Oh. En hij zei van, kijk, crisis moet je zien als een stap. Je moet het zien als een hulp. Waar bijvoorbeeld je had een routine, get out of your comfort zone. Diep in je, kijk wat in je zit. Met wat in je zit bedoel ik je talenten. En dat kan je dan gebruiken, punt 1 om iemand anders te helpen, punt 2 om jezelf te helpen. Zoek een probleem, los het op. De rest komt. En dat heb je gedaan? Ja. Anders zat je nu nog te wachten totdat corona. Te wachten, te zoeken naar werk en van hey, hoe doe ik, hoe haal ik het en zo. Want ze rood door tapoe. Ze zijn nog steeds dicht. Nee, ze zijn nu al open. Maar die car was, zouden ze nu niet direct weer gaan zo, ik ben niet meer gaan kijken. Dus... Ja, maar in eerste instantie zei je al dat ze die interesse niet echt daar. Nee. Dus je zou nu daar niet aan bod komen volgens de plannen. Nee. Ik vind het geweldig, Stefano. En dit is dus jouw onderneming, het is je bijverdiensten. Ja. Is het je bedoeling dat je hiermee, want je hebt al een, hoe heb je filiaal? Laat me die vraag stellen, hoe heb je nu al een filiaal? Iemand anders, een matie van me vroeg me van, ik had een paar jongens op een andere plek, maar ze zijn niet serieus. Een nieuw team? Een nieuw team, hij had al een team daar. Heeft hij me gevraagd, ze zijn niet serieus, maar wil jij dat niet overnemen? En dit is gebeurd vannacht dat je dit hier doet? Jawel. Heeft een matie, en die matie had dat al lang? Hij had het al lang. En maar heeft hij je nooit doet ook gevraagd? Iets anders. Hij heeft je nooit eerder gevraagd, maar omdat Igo Pusu, Ipusu tegen Pusu, Pandoro, die ze de Amanda... Ik was aan het promoten dat machine. Ze zei van, hey, wil je dat niet doen, maken we dan een deal. Toch, van hoe je de huur betaalt en al. Maar wil je het niet proberen? Ze zei van,
Waarom niet? Ja. Dus vandaar. En zo heb je binnen 2 maanden een filiaal. Het lijkt zo een droom, het lijkt zo onwaar. Vandaar dat ik je vroeg, Sana Chori. Ja. Weet je, want opstaan midden in corona, op een Isani, op een filiaal. Ja. Maar het is duidelijk dat je actie hebt genomen. Ja. En daardoor hebben mensen je opgemerkt en je opportunities gegeven. Ja. En doe je dit alleen? Nee. Dat zei ik heb mijn team. Een team. Ja, maar het plannen van dit alles. Ik wil richting je vrouw gaan. Oh. Mijn vrouw. Ja. Hoe is het om samen met haar dit alles te mogen doen? Ze geeft me bijvoorbeeld bepaalde kniepjes van probeer dat, probeer zo, probeer dat wanneer ik thuis ben. Help ze bijvoorbeeld met het managen of een boekhouden gedeelte. Daarmee helpt ze graag. Ze zegt van, hey Stefan, ik wil niet in beeld komen, maar ik help je. Begrijp je? Dus jouw vrouw is degene die eigenlijk jouw financiële administratie op nahoudt, zodat je zaak niet... Niet fout. Ja, niet fout. Ja. Dat is een geweldig team. Ik wil je daarmee complimenteren. En ik wil dat je even tot jongeren praat die jong getrouwd zijn. Jullie zijn nog in je katoenen jaartje, toch? Vijf maanden. Ja, jullie zijn nog in het katoenen jaartje. Ja. Dat je even tot jongeren praat. Je kan jong zijn en getrouwd zijn en toch succesvol samen een onderneming starten. Ja, kijk, en ik zeg dit weer het begin bij je team. Toch? Ik ben natuurlijk jong getrouwd. En voor de jongeren die ook zijn getrouwd en heel erg jong ook. Toch? Ik wil zeggen van, praat met je vrouw. Zoek een voorstelsrevie. Zal het gaan, geloof me. Ja, gigaheempjes en al. Begrijp je? Yes. Je hebt iets gezegd wat ik heel vaak hoor. Vrouwen praten en dan geven ze tips, ideetjes. Ja. Hoe ervaar je dat in je onderneming? Behalve dat je blij bent met de hulp, dat dingen gedaan worden. Want financiële administratie is een hoofdstuk apart. Ja. Zeker als beginneling moet je stabiel houden om te gaan groeien. Ja. Hoe ervaar je dat je vrouw jou die tips geeft, dat ze jou erbij roept en dat doet? Concreet, soms, omdat mannen vaak genoeg zoiets hebben van Afro-Wekka, Miftak Bakka. Dus ze willen dat. Daarover wil ik praten. Van soms komt het zo over van serieus. We net hebben gesproken, daarover moeten we weer erover praten. Come on. Maar ik zie ervan dat het helpt, want soms als man probeer je bijvoorbeeld zeggen, ik ben niet een arki. Maar uiteindelijk luister ik wel. En het helpt. Het helpt. Het is wel nodig. Ja, sowieso. Vrouwen zijn in een goede ding gedetailleerd. En mannen zijn meestal voor die grote dingen. Dus mannen zien die visie en vrouwen gaan kijken waar er valkuilen zitten. Ja, dit gezegd, heb je het al gedaan? Dus zo dit doen, maar je hebt het nog niet gedaan. Waar heb je? Ze pusht je. Mijn complimenten aan mevrouw. Mijn complimenten. En komt ze hier ook in de car wash shops? Soms. Maar heel silent, hè? Want je zei al dat ze zegt, ze wil dit ervoor. Nu wil ik van jou weten, Stefan, want daar ken ik je als eerst van. Dansen. En niet normaal dansen, maar heel apart. Als ik me niet vergis, hou me ten goede. Want als er iemand anders is die het al deed, als maar dat of Fadona misschien. Ben je de eerste die met dansen als met mimiek en met poeder op je gezicht in Suriname is begonnen? Jawel, de eerste. Dat heb ik me niet vergis. Nee, niet vergis. En hoe is dat geweest? Ik heb een paar pittige vragen hierover, omdat ik je dus volg. Ja. En aan de hand van wat ik volg, ga ik dus vragen stellen. Yes. Hoe is het geweest om hiermee door te breken binnen Suriname? Want nu zijn er zoveel mensen die dat doen. Groepen enzovoort. Ja. Vertel. Kijk, in het begin was niet makkelijk. Omdat we in Suriname een soort traditie hebben van een beetje binnenland. Wanneer ze culturele dingen doen, zetten ze dan pimba. En men dacht van, dat het is. Zeiden mezelf van, hoe kan je zoiets brengen in de kerk? En zo naar pimba je potgifesie of dat. Ze hadden mezelf gezegd van, dat ik een kerk was, moest gaan dansen. Van, ik kan dansen wel, maar in een pot is dat niet naar visie. Oké, dat hoeft het niet. Maar voor mij gaat het niet per se om dans. Maar het gaat om iets, om een... Total package. Dus dat, in het begin was het wel niet makkelijk. Ik had zelf ook een groep, ik moest telkens uitleggen van, luister, als je er niet voor voelt, kom niet gewoon dansen voor mooi. We doen het niet daarvoor. Want wat we proberen te doen is een boodschap naar buiten brengen, met onze dans en zo. En mimiek,
dat is een andere dansstijl. Mimiek is niets meer dan bewegen. Bewegen op muziek, op ritme, op woorden en zo. Dat zie ik bewegen. Ja. Dus dat. Ja, daar wilde ik het precies over hebben. Ik ben blij dat jij erover bent begonnen. Ben ik niet de vervelende persoon. Maar het komt dus meer vanuit de mensen die met jou hetzelfde geloof beleiden. Jawel. Die aanvallen kwamen niet van andere mensen. Nee. Het tegendeel begrepen ze van, kijk, hij doet net als wie held. Hé, held. Ik begrijp je? Ja. Want het gaat om het gezichtsuitdrukking. Ja. We zetten smink zodat de focus meer op onze gezichtsuitdrukking, op onze gezicht komt. Ja, maar niet om andere redenen. Ja, maar we komen straks naar de technische dingen, want ik hoor smink. Dus ik kom straks daar. Maar hoe is dat bij jou? Hoe heb je dat ervaren? Want je vertelt het wel, maar we weten niet wat je ervaring is geweest, dat je eigen geloofsgenoten je zo zwaar hebben aangevallen. Want het was gewoon op Facebook ook te zien, die aanvallen. Dus vandaar dat ik die vraag ook stel, want het was toch public. Dus dan wil ik het bespreken, zodat jij jouw verhaal vertelt. Kijk, waarom ik die vraag specifieker, waarom ik het stel. Er zijn zoveel mensen van jouw geloofsovertuiging. Die ook bepaalde dingen willen doen, die echt niet verkeerd zijn, maar die deze aanvallen ook krijgen. Dus ik wil eigenlijk dat je hun de overeenkomsten met jou laat ervaren. Oké, net als hoe je de mensen had bijvoorbeeld, die zeggen van het is niet goed dat ik ook andere mensen met getuigenissen. Een keer moest ik dansen op een street party. We dansen op dat lied, een street party. Yeah. We dansen op dat lied en he's able, Missy Carey. Yeah. God is able to do. Yeah. En er liep een mevrouw langs. We hadden het niet door. Pas einde van de dans kwam ze naar ons toe van, weet je wat ik zou doen? Ik was op weg naar Bosjebrug om zelfmoord te plegen. Heb ik jullie zien dansen met wits gezegd. Ik kom gelukkig naar de kerk is maar jij doet bakken. En dat ding heeft er aangesproken. En ze zei ons van dat we door moeten gaan. Want ze zou zelfmoord plegen. Ze was moe van het leven. En dat lied dat we hebben uitgebeeld. Geen toevallig over, geef niet op. God is bij machten. The prophecy fulfilled. Now maybe I'm not preaching to everybody tonight, but we'll get to you. But how long are we going to do it this way to the point that when you look at it, it's almost becoming monotonous where everybody is kind of doing the same thing. Amen, my own self. Everybody's kind of doing the same thing. And so our churches are looking alike. Our churches are sounding alike. And you know, and it's the choir and then it's the praise team. And then it's the announcements and then it's the preacher. And then every week we come back to church and we're doing the same thing. And thank you for an amen, sister. You may be the only one. But see, there's coming something called people are now started, and you can feel the boredom in the kingdom of God because we can only shout for so long and we can only speak in tongues for so long and we can only run around the church for so long and that die moet laat zeggen ook geholpen van enorm. Ik doe het voor die mensen, begrijp je? En dat en mijn leider ook zei, mijn voorganger van ik ga ervoor. Oké, je voorganger stond wel achter je. Ja, hij stond wel achter me. En hoe was het wanneer je aangevallen werd? Hoe hielp hij je daarmee? Wat zei hij? Ik zei hem niet altijd van, zo iemand heeft dat gezegd. Hij is niet op Facebook. Ja, hij is wel op Facebook. Soms zag hij het wel. Stuurde hij een tekst voor me van, een tekst had hij voor me gezien. En die had me echt bemoedigd van, alles wat Adam heeft, loven de Heer. Alles wat Adam heeft, loven. En dat was mijn tekst van, werkelijk, alles wat Adam heeft, loof God. Als ik het niet ga doen, gaat iemand anders het doen. Ja. Maar dat ik hier ben, ik heb talent, dus dan gebruik ik het. Ja. Nou, je mag je voorganger bedanken. Yes, apostel Belvoort, take it, we go. Oh, dat is stoer. Is apostel zo stoer? Ja, man. Is flexie. Zo. Ja. Nou, ik wil ook weten, die mevrouw, wiens leven jullie hebben gered. Ja. Heb je nog contact met haar? Nee. Oh, maar je mag haar toch ook even... We waren bezig. Ja, dus pas toen ze weg was, Steve. Hier is een vrouw takkie. Ja. En, je mag even tot haar praten. Als mevrouw, als je me nog kent of ziet, u mag me gewoon groeten. Of, ja, wie is u vrij? Of zoekt u me op Stefano Stedenburg op Facebook? Kuta Katori, hoe gaat het? Yes. Oké. En intussen is het voorbij. Je hebt niet zoveel aanvallen meer. Je hebt nog mensen die het nog niet begrepen. Dat heb je altijd. Ja, maar nu is het anders. Nu word je overal gevraagd. Ja. Door je medegeloofsgenoten. Hoe ervaar je dat?
bepaalde mensen die toen negatief over me en om zeiden. Nu roepen ze me op van, ik ga feest hebben weer. Hoeveel vraag je? Kijk maar nou, wat? Zie je? Ja. Maar goed. En je hebt het niet persoonlijk opgevat. Nee. Ik zou ook vragen stellen als je iets niet begreep. Ik bedoel van, stel vragen, maar kom niet direct met iets van, dit is het. Stel vragen. Bepaalde mensen stellen wel vragen. Ik zeg zo, dankjewel hoor, dat je vraag stelt. Dat heb ik gezien, weten. Dat je dat gezegd hebt. Ja, van dankjewel dat je het wil weten. Ik leg uit. Als het meevalt, prijs God. Als het niet meevalt, begrijpt u? En hoeveel jaar doe je dit al? Dans, mijn? Ja. 13 jaar. Ja, want ik ken jou al. Vanaf 2012 heb ik je hiermee meegemaakt. Ja. Met je groep. Was alleen ook, maar. Hoe lang ben je met de groep bezig? Met de groep? 6 jaar. 6 jaar. Ja. Is het niet langer? Ja, 2020? En ondertussen had ik bijvoorbeeld 2, maar een hele groep. Oh, oké. Okay. Is het 6 jaar. 2012 weet ik dat je opgetreden had in de Sahara. Ja, maar nu is hij met iemand anders. Begrijp je? Later was de groep groter geworden. De mensen die nu deze stijl ook toepassen, heb jij ze allemaal opgeleid of hebben ze hun inspiratie van jou? En zijn er mensen van wie je weet dat ze zeggen, hey, Stefano, ik heb van jou dit overgenomen of dat ze bij jou in training zijn gekomen en nu of voor advies en nu hun eigen ding daarmee doen? Kijk, een paar ken ik, een paar ken ik niet. Een paar vragen misschien via Facebook, waar kan ik een smink en om vinden? Hoe moet ik dit doen? Wat moet ik doen? En zo. Dus geef ik graag een advies van, oké, dit kan je doen, dit. Oké, ik zie bepaalde doen het ook heel verkeerd, vandaar dat ik met de school was gestart. Was? Corona. Ben? Corona heeft het voorlopig gestopt. Oké. We kijken wat volgend jaar met zich meebrengt. Wat ik mooi vind is dat je zegt, bepaalde doen het verkeerd en daarom ben ik met de school gestart. Normaliter heb je dat mensen zeggen, sommigen doen het verkeerd, maar ik doe het goed. Yeah. Maar jij hebt gedacht, ik ga de mensen daarin onderwijzen. Yeah. Wie kwam bij jou? Alleen kinderen of ook? Nee, ook volwassen mensen. Oh, dat kinderen, wist ik niet. Ik dacht echt dat alleen kinderen. Nee. En kwamen de andere mensen die het verkeerd zag doen ook? Had je ze uitgenodigd? Ik had ze uitgenodigd. Oh, geweldig. Ja, ze kwamen. Maar ze waren snel. Oh. Dus maar, ik zei ze gewoon, oké, je smink moet je maar wat dikker zetten. Want als je het gewoon... Kan je tijdens transpiratie. Ja, juist. Ja. Oh. En wie schminkt voor jullie? Nee, laat maar eerst dit vragen. Het is geen pimba. Nee. Het is geen poeder. Nee. Het is altijd schmink. Je zal make-up sminken. En je schminkt zelf? Ja, ik smink nu wel zelf. En toen? Toen vroeg ik iemand die echt make-up deed, van kan je me helpen? Een make-up artist of een visagist, heb je al die tijd gevraagd om wat te doen? Mijn zusters van de kerk of iemand die echt goed was. En wat gebruikten ze? Lijn trekken. Ja? Wat gebruikten ze dan? Schmink of make-up? Nou, schmink. Oh, zelf schmink gebruikten ze. Oké, en je haalt je schmink hier in de winkels of haal je laat je halen. Via Amazon en zo. Okay. Mijn eerste smink had ik wel gekocht, Curaçao. Daar had ik het voor het eerst live meegemaakt. Dus ik deed het nog niet. Oh. Kijk maar naar, dit moet ik doen. Okay. En hoe oud was je toen op Curaçao? 19. Oh, oké. Okay. Ja. En waar was je toen je dat zag? Was het een het was festival? Het was een kerk. Ze hadden een soort concert en een festival. Ja, in een kerk. Oké. Okay. Oké, en wat was de uitbeelding die ze toen deden? Kan je nog herinneren wat het stuk over ging? Een kerststuk over Maria en Jozef. Oh, heb jij ooit een kerststuk nagedaan hier? Ja. Ja? Ja. Heb je daar beelden van? Ja, op Facebook moet ik dan weer gaan scrollen en zo. Oké. En je schrijft je stukken helemaal zelf? Nee, die hadden we niet geschreven. Iemand had het geschreven en ze vroeg ons van, kunnen we iets borduren erin? Ja. Ik heb oké. En de andere stukken die je normaliter doet, schrijf je wel zelf? Jawel. Oké, hoe lang heb je die school gedraaid? Het is nu even gepauzeerd. Ja. Een jaar. Een jaar? Ja, jaar, ja. Oh, vol jaar. Yes. En hoe ging dat? Ben je zelf de enige docent of heb je... Nee, ik had ook andere. Oh, vertel. Ja. En om Nigwete. Ja? Nigwete Kevin. Ja. Hij hielp me. Bijvoorbeeld als ik er niet was, was hij er daar om me op te vangen. Hij is ook door jou opgeleid geworden? Hij deed het al. Ook. Hij deed het ook al. Maar hij was echt meer alleen dans. Maar we doen ook drama. Oh, oké. Ik vind het jammer dat ik je niet heb gevraagd om schmink mee te nemen. Om even iets te laten zien nu. Ja. Maar ik wil graag weten, behalve met deze stijl, doe je nog andere dansstijlen?
voorlopig niet meer. Ik deed vroeger ook breakdance. Maar dat, ik zet het ook in die ja, mind. Breakdance van ik zie je dat doen, ja. Ja. Oh, oké. Okay. Yes. En hoe ben je begonnen met dansen? Want je praat over breakdansen. Dat is ja. iets van... Zo. Ik hield eigenlijk niet van dansen. Maar in de kerk hadden ze een dansgroep. Ik vond het altijd leuk van, hé, de meid dansen. Hadden ze me gevraagd, wil je niet in de groep komen? Want die flexie, we zitten hier flexie op aan toeschijn. Maar ik schaamde me altijd van, hé, no man. Gewoon dadelijk small laugh me, begrijp je? Ja. En we hadden getraind, geoefend, hadden we een keer gedanst in de kerk. Zeiden ze van, hé, jullie moeten doorgaan met de groep. Okay. Hadden we een naam, D for Just, Dance for Jesus. En zo was het een start. Na jaren heb ik gezegd van, kunnen we niet een heel lied uitbeelden? Want vroeger deden we het met mixers. Ja, dat was vroeger de stijl. Ja, dat was echt in. Ja. Maar ik zou vragen, kunnen we niet een heel lied uitbeelden? Net als we die zuster nog doen voor de kerk, draaien al. Ja. Maar we zouden bijvoorbeeld ook breakdance. Maar daar waren ze gestopt van in Sanne Wakamoro, anderen waren weg. Van in, ik kom niet meer naar de kerk is saai en al. Okay, had ik de voorgaande keer gevraagd van, ik heb een lied, kan ik dansen op een lied? Waarom solo? Ja, solo. Was je eerste solo? Dat was mijn eerste solo. Geloof me, ik beefde. En de dag toen ik me aankondigde, zei de, mijn hoop dat ik hem kon draaien, nekija. En dat bracht echt van die zin naar buiten. Ik ging gewoon samen. Maar het was echt top. Oh, en daar zeiden ze me van, dit moet je doen. Heb je nog beelden ervan? Nee, niet. Oh, jammer. Toen hadden we misschien geen die geweldige telefoon en zo. Ja. En wat had je toen uitgebeeld? Een lied van Sherwin Gardner, Rescue Me. Oh. Ja, en dat was... En hoe is het nu je al jaren bezig bent hiermee? En je ziet die hele omwenteling die het heeft gebracht in je leven. Want je bent bekend, hiermee ben je echt bekend. Niet alleen onder je geloofsgenoten, maar andere mensen kennen je ook. Ja. Je wordt ook op feestjes gevraagd en zo. Ja. Hoe ervaar je dat? Vroeger was het echt like, je play, dus dit had ik. Ik had niet hiervan gedroomd. Maar nu ben ik, laat zeggen, al gewend. Zo, ik ga zelf naar het buitenland om te dansen. Vertel. Frans-Guyana. Een keer was ik echt van, Stefano, je hoofd wordt te groot. Ze hadden me aangekondigd en echt van, wat? No. Alle eer aan God, alle eer aan God, alle eer aan God. Dus het is echt, ik ben dankbaar. Yeah. En ik zou iemand bemoedigen, maar als je talent hebt, gebruik het. Het kan je ook helpen. Ja. Je verdient er goed mee? Jawel. Ja? Hoe goed? Grapje. Je vrouw gaat dat niet goed vinden. Maar je kan steady leven van je dans. Ja maar niet, je krijgt niet. Meestal in het weekend hebben ze activiteiten en zo. Okay. Dus dan nodigen ze me uit. Dus vandaar maak ik echt gretig gebruik ervan. En niet alleen christenen? Nee, niet alleen christenen. Overal? Jawel. Zolang je ik had zelf voor een minister gedanst, thuis bij jou. En hij was like, van welk ministerie of zijn naam niet te noemen, als je niet wil, maar als het mag wel. Oh, wee, openbaar werken. Leuk. Ik ben heel erg trots om je als jongeman zo bezig te zien. Je hebt ook nog je vaste baan. Jawel. En dan doe je, toen je begon hiermee, was je nog student, hè? Ja, ik was met nog dansen. Student. Vertel, hoe was het op school? Op school? Het was niet echt, want ik had meestal, ik moest aan managen, mijn tijd managen, en daar was ik niet goed in. Oké. Dus even, oké, voorlopig ga ik stoppen met dansen, want mijn school gaat eruit. Dus dat moest ik echt gaan plannen, van hoe plan je dit, hoe doe je dit? Ja. Zelfs weekend moet ik studeren, maar dan heb je een lange lijst om naar plaatsen te gaan om te dansen. Ja. Hoe manage je dat? Ja. En mijn moeder zei me ook van, Stefano, als je school achteruit gaat, ga je niet dansen. Oh, kijk maar, maar goed. En het is maar nu, ja, is wel mama goed. Mama is tevreden? Ja. En boycott Bigita, boycott Rino. Je vlacht, je moeder Stefano. Pas op, hoeveel maanden ben je getrouwd? 5 maanden. Ik heb begrepen, als je moeder binnen het eerste jaar van het huwelijk niet tevreden is met je plaag, dan mag ze dat huwelijk terugdraaien. Nou, ik denk het niet. Ze is niet zo. Ze is blij van, grandkids. En je vader, heeft hij ook een bijdrage geleverd? Ja, hij zei maar... Mijn vader komt naar zelf aan. Dansen heb je van mij, hoor. Voorzien je weer tjaskeen. Ik noem als je me die meeting. Ik ben dat serieus. En welke dans was dat? Ik denk boogie woogie. Stefano, je mag even tot je vader praten. Ja, je hebt gezegd dat hij boogie woogie deed. Boogie woogie. Mijn vader, hallo meisje danser, is voetballer. Oh. Padre, ja, balman. Oké. Okay.
Nou Stefano, ik wil graag weten als er nog iets is wat je met ons wilt delen. Heb je andere hobby's? Heb je andere bezigheden? Ja, en nou. Hobby's zijn dansen, zingen. Maar ik ga niet zingen. Zingen? Ja. Echt ja. Waar? Ja. Ik wist dat echt niet. Ik doe zelf een hoe dat? Ik kom straks erop. Oké. Okay. Ja. Maar wat doe je optredens? Ja, ik doe ook optredens, ja. Oh, wat voor liederen zing je? Meer gospel. En schrijf je zelf? Ja, maar mijn lieder heb ik nog niet en om uitgebracht. Oh, en zo. Wanneer ga je dat doen? Want we willen dat alles volgen. Ja, we hopen 2021. Oké, het is om de bocht. Het is om de bocht. Januari? Nee, geen januari. Oké, maar je houdt ons op de hoogte? Jawel, sowieso. Oké. Zingende boodschap. Oh, dat wordt echt mooi. We willen weten als er nog andere plannen zijn die je hebt voor je toekomst. Die je met ons wilt delen, zaken waar we naar mogen uitkijken. Behalve jouw muziek die uit moet komen. Business-wise, heb je andere plannen? Ja, business-wise heb ik andere plannen. Ik wil niet maar één. Ik wil meer hebben. Okay. Dus dat. Meerdere filialen. Meerdere filialen. Stefano, ga ervoor. Yeah. We zien dat je het goed doet. We zijn trots op je. Dus we willen ook graag weten van welke lagere school je komt. We willen weten, pe igrokong in Ascoro Libi. Sophia, hoe is Sophia's lus? Heb je al je lagere schooljaren daar gedaan? Nee, eerste, tweede, derde. Nadien was ik dan naar Klaaskreek. Ja, welke na school was dat op Klaaskreek? Daniel Evelaar School. Oh. Ja. En heb je daar de lagere school afgemaakt? Nee, ben ik dan weer gekomen naar de stad. Ja? Zesde klas heb ik dan waar op Sophia's lus gedaan. Ook op Sophia's lus, je oude school. Ja. Oké, mooi. En hoe heb je dat ervaren bij de leerkrachten hier in de stad en op Klaaskreek? En de leerlingen, kan je namen voor ons noemen? Wie was lief, wie was stout? Oh. En zowel leerkrachten als leerlingen met wie je gezeten hebt, wie je les kreeg. Om die namen weer op te roepen. Als je kent, maar zo niet mag je ons vertellen hoe je het hebt ervaren. Want kijk, als jij nu kinderen, de OS Sophia's Lust en de Klaaskreek, die jou zien in het programma. En ze denken, ik wil net als Stefano, ook met mijn talent in het land en in het buitenland. Yeah. Goed werk verrichten. Ik wil ook een business opzetten. Ik wil ook trouwen. Dus ze kijken naar je op en je hebt gezeten daar in de bank waar zij hebben gezeten. Yo. Dus ze hebben een connectie met je en je kan ze optrekken. Okay. Dus ik wil dat je hun een beetje vertelt of je mag ze ook aanspreken. Okay. Als je niet echt memories wil of kan delen. Ik kan de ibe kwai rijden wat tegen ons abib sa. Kwai? Op Klaaskreek denk ik, maar in de stad was ik wat rustiger. Begrijp je? Klaaskreek was ik kwai. Een nieuw omgeving, begrijp je? In het binnenland. En ik dacht van dat ik Tarzan was. Dus ik had een beeld van het binnenland. Van, binnenland gaat precies zo zijn met lianen. Ga je zweven en al. Ja. En ik bleef net naast een bos. Dus daar had ik eigenlijk tot een soort droomplaats gemaakt. Ja. En hoe was het binnenland dan? Was het niet zoals je gedacht had met lianen en zo? Nee. Vertel. Het was niet zo. Het was echt een beetje ontwikkelijker dan in mijn gedachten. Ja, wat je gedacht had. Oh, oké. Okay. Maar het was wel leuk. Eerste jaar was het wel niet zo leuk, want ik had geen vrienden. Mijn vrienden waren in de stad. Dus dan moest ik nieuwe vrienden maken. Ja. En die heb ik dan heel snel ook gedaan. Oké. Ja, ik maak snel vrienden vandaar. Okay. Volgen ze je nog? Heb je nog contact met de mensen? Een paar. Ja, een paar. Oh. Ik ga Stefano. Ik ga nog eens Stefano Peppen. Dat is mijn naam. Ja. Papa, ik ga toch. Hoe kom je aan die naam? Ja, mijn moeder, ik had er uiteindelijk gevraagd van, van waar kom je met Peppen. Hoorde je heet Stefano, dus ik speelde met je Stefano, Stef, Pep. Oké, maar. Oké. Ik dacht dat en vandaar Peppen. Oh, leuk. Je hebt de roepnaam van je moeder. Ja. Dat is zo lief. Lief? Ja, vond je het niet leuk? Nee, ik wil niet ervan. Maar het Nederlands is van iedereen kent Chitori, je zo. Ja. Ik ken je zo. Peppen. Iedereen kent je zo, ja. Oh. Oké, en ik wil dat je met ons afsluit. Vanuit de hoek als jong getrouwde man, midden in het leven, midden in corona, gemotiveerd. Er zijn heel veel narigheden die gebeuren in relaties, verschijnt in de media. Dus ze willen dat jij positief een relatie, vanuit je relatie, je huwelijk, voor ons afsluit. Okay. Je mag mensen toespreken, je mag je vrouw bedanken, je mag haar groeten, je mag jongeren bemoedigen die getrouwd of niet met elkaar in relatie zitten. Yes.
en zo voor ons afronden. Maar dan moet ik je eerst bedanken voor een inspirerend en een fris gesprek. En ik wens je het beste toe. We kijken uit naar alles wat je nog wilt doen. Oké. Zo, ja, natuurlijk, ik ben pas getrouwd. Wat ik aan de jonge mensen wil zeggen, bijvoorbeeld, je bent ook pas getrouwd. Keep it up. Het is niet makkelijk en ook niet moeilijk. Ja? Ik heb een tekst voor jullie. In Psalmen staat, waarmee zal een jongeling zijn pad rein behouden? Dat is de vraag. Antwoord is als hij zich houdt aan Gods woord. Ik vraag aan jou, wat is Gods woord over je leven? Ieder heeft een woord over zijn leven. Met een woord bedoel ik, wat heeft God in je gepland? Ga dat, zoek dat op. Het kan je talent zijn, het kan heel veel zijn. Zoek dat op en werk ermee. Werk ermee. Geloof me, vroeger stresste ik van, hoe kom ik aan een baan? Hoe doe ik dit? Hoe doe ik dat? Ik ben pas getrouwd. Hey, no ma patra sorgu. Hoe moet ik dat doen? En die tekst heeft me dan geholpen. Zo ben ik gaan werken met mijn talenten, ideetjes en alles. En uiteindelijk, misschien dat ik me vind, want passie. En ik ga verder. Dwars door alles. Dus daarmee wil ik je bemoedigen. Kijk waarin je goed bent. Dat is Gods woord over je leven. Bless. And so now we are becoming high on each other. And so now it becomes who's the greatest in the kingdom and who's got the spot in the kingdom and who's the next big hit in the kingdom. And now we're turning the church into a circle and we're not really accomplishing what God has called us to accomplish. This is going to be harder than I thought. This is going to be harder than I thought. This is going to be harder than I thought. And see, the reason why, Pastor Sapp, I have to talk like this is because the same people that we've been preaching to saying, oh, hold on and do it and God going to fix it and get yourself together. Now, there's been a switch in the people that's in the pews that got themselves together and the people in the pulpit is playing games. And so now, you can't keep telling people about being saved. We got to have direction for the people of God. Because everybody ain't fornicating. Everybody ain't lying. There are some people that. And I wonder if I'll be one. And I'm living this Israel now. One day, Sakondoro. The Sranan Sakonadoro. None of our ladies sing, none of our lovers sing. Little daddy, Matrasani. Emi dream, mi besi. Father Nama, be makanda. Ala buba, be konawa.